Oud-premier Balkenende hoeft niet te getuigen in de strafzaak tegen oud-RDM-topman Joep van den Nieuwenhuizen. Wel zal voormalig minister van Economische Zaken Jorritsma gehoord worden. Dat heeft de rechter in Rotterdam vandaag beslist. Van den Nieuwenhuizen wordt verdacht van fraude en omkoping. Hij zou miljoenen die bestemd waren voor de RDM hebben doorgesluist naar privérekeningen. Hij had om Balkenende als getuige gevraagd, omdat die bij cruciale gesprekken zou zijn geweest over de verhouding overheid-RDM. De 12 Somaliërs uit Rotterdam die met kerstavond werden opgepakt op verdenking van terrorisme, gaan een klacht indienen tegen de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD. De mannen werden onder meer in een belwinkel in Rotterdam aangehouden, omdat zij op zeer korte termijn een aanslag zouden gaan plegen. Inmiddels heeft justitie alle verdenkingen laten varen en krijgen de mannen een schadevergoeding. Volgens de Somaliërs zijn sommigen ook hun baan kwijtgeraakt door de arrestaties en zijn banden met familieleden en vrienden verbroken. Op de Oude Maas bij Zwijndrecht zijn gisteravond een binnenvaartschip en een bunkerschip met elkaar in botsing gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Door onbekende oorzaak voer het containerschip Devotion tegen het vastliggende bunkerstation. Dat werd door de klap losgeslagen en enkele tientallen meters weggeduwd. Waarschijnlijk is het op een stenen golfbreker terechtgekomen. Er zijn vandaag zonnige perioden, maar in de loop van de dag komt er wel steeds meer bewolking. Het blijft voor de rest droog. Het wordt 10 graden vlak aan zee tot 15 graden nog plaatselijk diepe landinwaarts.